Goedenavond, dames en heren. Namens de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Concertstichting heet ik u van harte welkom bij dit bijzondere concert. Vandaag zijn we met ons muzikale erfgoed te gast in het Koninklijk Theater Carré. In het jaar dat op grootse wijze het 125-jarig jubileum van dit theater wordt gevierd. In september draaien we de rollen om. Dan komt Carré naar de Oude Turfmarkt, waar we samen met onze collega's van het Theaterinstituut een tentoonstelling zullen inrichten over de rijke geschiedenis van Carré. Een klein stukje van dat muzikale erfgoed heb ik vandaag voor u meegenomen. Niet een kostbaar middeleeuws handschrift, ook geen dure 17e-eeuwse atlas van Blauw, maar een klein beduimeld liedboekje uit de 19e eeuw. Het is een bundeltje afkomstig uit de collectie van een hartstochtelijke verzamelaar, Nico Boerma, die vele honderden liedjes bijeenbracht en uiteindelijk schonk aan ons de bijzondere collecties. En een van die liedjes in dit boekje is getiteld Amsterdam bij nacht. En ik lees voor u één strofe voor. Het middernachtuur doet zich horen. Zie hoe waggelt daar die man. Stilte en rust doet hij verstoren. Zingend schreeuwt hij wat hij kan. Menig vrouw moet armoe leien, die schreiend op het weekgeld wacht. Dronken zwaait hij naar alle zijden. Het is Amsterdam bij nacht. Vanavond zingt Mieke Steenbenink dit liedje voor u. Want dat is de manier waarop we het muzikale erfgoed van de bijzondere collecties voor u tot leven willen wekken. Niet door die muziekbladen, die liedboekjes en die handschriften aan u te laten zien in vitrines, maar door een klinkende expositie. Wij voeren u vanavond mee door vier eeuwen Amsterdams lied. Van de 17e eeuwse liederen van Bredero tot en met de moderne klassiekers van Ramses Shaffy. En dat doen we aan de hand van de muziekcollecties die wij mogen beheren. De enorme collectie van de Maatschappij voor Toonkunst, de grote verzameling liedboeken, de verzamelingen populair drukwerk met losse liedblaadjes van verzamelaars als Arie van den Berg en meneer Boerma. En die prachtige aanwinst van het Shaffy-archief die we recent in beheer hebben gekregen. Toch is het geen gemakkelijke tijd voor erfgoedinstellingen die het culturele erfgoed van de podiumkunsten beheren. Er is geen geld meer voor het Muziekcentrum Nederland. Niet voor het Nederlands Muziekinstituut en ook niet voor het Theaterinstituut hier in Amsterdam. Daarmee komt een belangrijk deel van ons culturele erfgoed op straat te liggen. Dat kunnen we en mogen we als samenleving niet laten gebeuren. Over beleid kun je van mening verschillen, maar het culturele erfgoed is van ons allemaal. Het verbindt ons met elkaar en met ons gezamenlijke verleden. Dat moet beheerd en bewaard worden voor nu en voor straks, in goede tijden, maar ook in slechte. Met onze collega's van het Muziekcentrum Nederland hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan een oplossing voor hun collecties. En ik kan u vandaag vertellen dat de belangrijke verzameling van Donemus, van de Stichting Gaudeamus, en vooral ook het belangrijke Nederlandse Jazzarchief bij de bijzondere collecties beheerd zullen gaan worden. Zo wordt het een hele lange avond, dames en heren. Ja. En wij hopen zeer dat het nieuwe kabinet ons in staat zal stellen om de meer dan 4 kilometer collecties van het Theaterinstituut ook bij ons veilig te stellen voor de toekomst. Inclusief de mensen die als ambassadeur van die collecties kunnen optreden. Want cultureel erfgoed kun je niet opslaan in een bunker in Lelystad. Erfgoed hoort te functioneren in de samenleving van nu. Als een bron voor studie en educatie, maar ook als een bron van inspiratie voor ons allen. Vanavond brengen we het muzikale erfgoed van de Universiteit van Amsterdam voor u tot leven. Een keur aan artiesten was bereid om met aanstekelijk enthousiasme mee te werken aan dit concert. Begeleid door twee gerenommeerde ensembles. Camerata Trajectina onder leiding van Louis Grijp. En Egon Kracht en De Troep. En twee fantastische theatermannen hebben ons geholpen in de afgelopen periode om in een hele korte tijd een prachtig programma te maken. Jacques Kleuters en Fred Florissen. En ik wil Fred, Jacques en alle artiesten en muzikanten bij voorbaat zeer bedanken voor hun enorme inzet. Dames en heren, genoeg gepraat. Ik nodig u uit voor een reis door 4 eeuwen Amsterdams lied. Ik wens u veel plezier met Mokum in Carré.